Welkom allemaal bij alweer de derde aflevering van Mascotte Mania KZ. Ik heb er weer super veel zin in. Ik hoop de jury ook. Wat zien jullie er weer fantastisch uit? Odette van Leersel en Arjen van Les. Applaus! Ja. Dit programma mag je voor jezelf klappen. Dat mag allemaal van mij. Wat vind je van het niveau tot nu toe? Goed. Ja? Verrassend vooral. Mm-hmm. Verrassende collega's ook. Ja. Enthousiast. Zullen we onze volgende kandidaat erbij gaan halen? Heel graag, ja. De volgende artiest heeft de zomer in zijn bol. Met zijn felgele kleur en zijn stekelige kapsel is deze performer er helemaal klaar voor. Dames en heren, het fruitigste fruitje van de fruitschaal, de ananas! Wauw! Kom ananas, kom er gezellig bij. Jij zegt gelijk niet groot. Kleine, oké, de ananas kan nog kleiner worden. Korte pootjes. Korte pootjes. Hebben we veel kleine collega's? We hebben er wel een paar. Ja. Mevrouw Klaas, denk ik gelijk aan. Ja. Mevrouw Vloedgraven. Ja, of mevrouw Meldsoort. Heel veel namen al. Zou de goeie er al tussen zitten? Dat weten wij niet. Dat weet alleen de ananas zelf. Zullen we jullie helpen met een hintfilm? Dat is goed. Dan gaan we kijken naar het filmpje waarin de ananas zichzelf voorstelt. Ben ik zenuwachtig. Dit is enorm ver buiten mijn comfortzone, maar ik vind het zo ontzettend gaaf om mee te doen. Verkleden ben ik wel gewend, dat is een van de leukste feestjes van het jaar. Ik ga graag op reis en ben niet vies van kamperen. Dit jaar heb ik toch wel een soort van promotie gemaakt. Hopelijk blijf ik op koers en rijd ik zo door naar de finale. Oh, zo'n lekker feestnummertje. Technisch. Wauw. Houdt mevrouw Hof van kamperen? Mevrouw Hof? De handje zo. Wat een zomerse sfeer is er hier in de studio, hè, jongens. Heerlijk. Je hebt gelijk zin in lekker weer in het strand en zeeën en drankjes. Pina colada. Pina colada, zeker weten. Daar houdt ananas ook wel van, denk ik, of niet? Ja, zeker weten. Wat vond u van het optreden van de ananas? Ja, vrolijk. De moves die zijn aanwezig. Ja. Heb je al enig idee wie het zou kunnen zijn? Ik heb wel een paar op mijn lijstje staan. Maar echt zeker weten? Mevrouw Steegs. Wiskunde. Mevrouw Klaas. Toch wel. We zitten toch in de kleinere vrouwen, merk ik. Ja. Ja, en ik denk toch, maar dat komt echt door de kamperen, is mevrouw De La Haye. De La Haye, daar zou ik ook echt niet van verwachten. Ja, mevrouw Molenaar, maar die is op reis. Ja, die is op reis. Ja, maar misschien is ze speciaal overgevlogen. Zou ze kinderen hebben? Wat zijn we allemaal aan het fluisteren, jongens? Jullie hebben gewoon zenders, hè? Wij zijn aan het fluisteren. Ja, maar fluisteren met een microfoontje helpt niet, hè? Wij vroegen ons namelijk af. Ja. Of wij een vraag mogen stellen? Jullie mogen zeker een vraag stellen. Als dat mag van de ananas, ja. Heeft u een kind of kinderen? Misschien. U weet zelf niet of dat u kinderen heeft. Misschien. Ze weet zelf niet. Misschien heeft ze er een paar rondlopen waar ze het niet van af weet. Okay. Misschien dat het is. Oké. Okay. Huh? Ananas, bedankt. Ga lekker terug naar je fruitschaal. De ananas! Wie oh wie heeft toch die zomer in haar bol? Is het wiskundedocenten mevrouw Steeks, mevrouw Alberni, de jury denkt ook aan mevrouw De La Haye en de iets wat kleinere mevrouw Klaas. Sorry mevrouw Klaas, dit zijn niet mijn woorden. Of is het mevrouw Hop?
Dit dier weet niet van ophouden. Zelfs zonder kop gaat het nog door. Geen haantje de voorste, maar zo vrij als een vogel. Hier komt hij al, je bent te vroeg. Zo vrij als een vogel, vol met talent, is het er helemaal klaar voor. Jongens en meisjes, hier is de kip! Hij gaat helemaal los. Ongelooflijk. Kom lekker bij me, kip. Kom lekker bij me, goed. Wat vinden jullie van de kip tot nu toe? Energiek. Ja, dat zeker. Het is echt een kip zonder kop. Ik heb er echt heel veel zin in. Komt er iemand zo elke ochtend de personeelskamer binnenlopen? Zo? Op die manier? Ja. Of niet? Nou, niet dat ik weet. Zullen we gewoon naar het filmpje gaan kijken waarin de kip zichzelf voorstelt? Ja. Ja. Hier is de kip. Ik voel mijn kip lekker. Ook al is het een beetje lachen als boer met een kiespijn. Muziek is voor mij geen onbekend terrein. Zingen is wel een hele andere koek. Ik ben benieuwd hoe ik het ervan af ga brengen. Hopelijk gaat het optreden mij geen windeieren leggen. Tok tok! Anders ga ik weer snel terug naar mijn kiphok. Ik ben een echt feestbeest. Dus laten we er een feestje van gaan maken in de studio. Tok 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 tok! Oeh! Oh, lekker yeah. Nummertje wel. Oh yeah! Dat is ook alweer een podiumbeest, hoor. Hoe sexy als ik dans. Yeah. Weet je wat is? Ik heb geen goede moves. Maar Brabant zie je niet dat ik precies weet wat ik doe? Ik kan het niet laten. Nee, ze kan het niet laten. Oh yeah. Weet je wat is? Ze komt naar me toe. Ze vraagt me, ga je lekker? Lekker? Wat ben je toch aan het doen? Ik kan het niet laten. Nee, ik kan het niet laten. Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, 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 oh. Ik heb toch van Max van Doorn. Ja? Ik voel me sexy als ik dans. Ik ga weer eruit. Ja? Ja. Ja, dat was de kip. Ja. Heel energiek. Ik kan me voorstellen dat het bloedheet is onder dat... Het is bloedheet. Ik hoop dat het goed gaat met de kip. Ja, dat hoop ik ook. Is het een... Het is een lekker chicken, hoor. Dat sowieso. Dat sowieso. En hebben jullie de kippenkont gezien? Ja, zeker. Kijk eens, wat een lekker kippenkontje. Ja. Bobby, is dat kontje Odette? Kippenhok? Ik denk er eigenlijk wel een beetje aan dat dat misschien een kantine is. Dat is natuurlijk één groot kippenhok. Ja. En ja, dan kom ik uit bij meneer de Koning. Wouter ja. De Koning. Wouter ja? De Koning, ja. Nog meer namen die... Ik net dacht ik ineens een bepaald hok waar die in zit. Een bepaald hok? En dan denk ik toch aan de afdelingsleider. Afdelingsleider? En dan heb je meneer van Oosterwijk. Ja. Je hebt meneer Patijs. Meneer Rijgers. Als het gaat over andere koek en muziek zingen, meneer Dogge heeft ook iets doet iets met muziek. Ik ga echt voor meneer Dogge. Voor meneer Dogge? Ja. Ja, ik sta in ieder geval te kijken als hij niet kan zingen, want soms... Het was niet altijd even zuiver. Een vraagje, is er nog twijfel? Dat hij onderdeel is van meerdere kippen. Ben je onderdeel van meerdere kippen? Kip? Ja, hij is onderdeel van meerdere kippen. Okay. Wat ingewikkeld. Okay. Applaus voor de kip! De jury staart zich blind op het kippenhok. Maar ja, wat is dat kippenhok? Is het misschien het afdelingsleidershokje van meneer Dogge? Of is het de kantine? En ja, dan zouden het wellicht meneer Van Schendel of meneer de Koning kunnen zijn. Zoals jullie van ons gewend zijn, mogen jullie ook in deze aflevering stemmen op jullie favoriet. Wil je dat de ananas doorgaat naar de finale? Ja, dan stem je op de ananas. Zeg je van nee, ik wil die kip in de grande finale zien. Ja, dan stem je op de kip. Zoals bij The Voice zijn nu de lijnen geopend. Ga lekker stemmen en dan zien we jullie de volgende keer bij Mascotte Mania Keizer!